My servants can smell your blood, human. Wel, hallo iedereen. En we zijn ook al begroet door Korax. Kunnen worden. En allebei een zesde van de puzzel om in het laatste gedeelte te komen. En daar zit dan de eindbaas. Die eindbaas, daar hebben we het later over. Goed. Dan gaan we eens even kijken. Dit is een stukje waar ik helemaal een hekel aan heb. Als je hier saved, heb je de kans dat je alsnog jezelf te platter stort als je merkt dat je de save game niet maakt. Want dit is een rustpuntje waar je veilig kan saven. Made it. De toegang naar de portal is open. Save game omdat ik hier op een mooi rustpuntje sta. En dan hopen dat dit in één keer helemaal zo goed gaat. Het laatste stukje is waar het iedere keer misgaat. En als je dan die hoort, dan weet je eigenlijk al dat je het moet beschrijven. Opgesteld.
passen hier. Dat item daar is een percolator. Daarmee kun je je vijanden in een varkentje veranderen. Recht achter die percolator zit een gat. Bijvangst. Ik gebruik die krekken toch eigenlijk bijna nooit. Thank you.
baas op. Wat ik daar deed. Hoppa. Thank you.
basis weer wat te zeker hebben. Dat nieuwsbericht weg hebben. Ik word er een beetje gek van. Zo. Hier kan ik nog niet komen. Dan is die klooi alvast kapot voor later. Even kijken. Thank you.
het grijze gedeelte. Zou het kunnen dat ik zo nu wat dichter bij mijn doel zit? Ah. The Crater of Might. Dan laat het even mooi dat ik die ook nog even snel binnenhaal. Het is namelijk voor de cluster behandeld. Ja, goed. De reis van de andere dan natuurlijk te laag. Hier bevindt zich ook de deur naar de eindbaas, maar ook de deur.
een stuk van. Afgegaan, maar dat is even wat minder belangrijk. Hier zie je 6 afbeeldingen. De exacte afbeelding. Deze staat voor Darkmeer, deze staat voor de woestenij, deze staat voor de grot. Die zie je dus 2 keer aan allebei de kanten 1. Degene die aanstaan, staan voor de schakelaar, die is opgezet. Degene die open zijn, staan voor de schakelaar die nog niet is opgezet. Deze maar even zoals je dat ziet. Heel stukje. Dicht.
iets gaat laten vallen. Deze deur open en hij opent ook het middenstuk. Dan moet je maar even opkomen hoor. Als je dat niet weet, dan zoek je jezelf dus in de neus. Zou ik dus allebei de schakelaren hier moeten gaan overzetten? Volg je de logica nog? Ja, het is wel de vraag waarom mensen graag die commentaarvideo's willen. Want in dus alle anderen praat ik wel veel, maar zeg ik eigenlijk niks. Fout maken om de nabijgelegen portal in te stappen. Hier namelijk niet helemaal in. Ja, dit is natuurlijk ook een manier van navigeren. Je kon ook eerder dit niet open krijgen.
Het portaal vooral. Niet instappen. Ik ben echt... Oh, wat ben ik nou weer aan het doen? Klungelen. Ja, oké. Okay. En... Eventjes een plek zoeken waar ik wat meer ruimte heb. En daarmee ben ik hier in de woestijn nu ook klaar. Dat wil zeggen. Een stuk makkelijker door te komen. Zijn. Open.
Duivel wil nog wel een score hebben. Nou, dat ga je niet uit deze ruimte. Tweede opdracht.
De vraag is altijd wat de wijsheid. Gewoon door de lava naar de overkant rennen. Of een brug maken. Maar dan gaan wel die gezichtjes uit de muren van je banden spoelen. Laten we dan toch een potie maar pakken. Van de drie. Hey, meteen in één keer de goeie. Oké, rechtsaf. Oké. Dat is misschien nog de...
vol heb. Zo, want ik kan hier toch niet meer terugkomen als ik helemaal in het portaal gestapt ben. Dan nog eventjes snel terug naar het schaduwwoud. Want ik zie dat mijn mana nog niet helemaal vol staat. En hier zaten we nog wat. Zo. En dan is het... klaar! En dan ga ik deze cluster afsluiten. En dan zie ik jullie volgende week weer. Als ik de derde cluster ga. See you then! Of zoals wij dat in Brabant zeggen... houdoe!